Yo gasten, eentje hier. Leuk kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we heel erg veel megadozen openen. Ik doe even deze eerste offer op mijn telefoon. Um, ik koop hem even. En ja, de reden dat ik het nu even op mijn telefoon is, doe, is omdat als het goed is, elke dag een nieuwe aanbieding komt. En um, ja, hij is nu gekocht. Mooi zo. Elke dag komt een nieuwe en ik kan nu even niet op iPad. Dus ik neem dit even op mijn telefoon op. Maar oké, okay, de eerste megadoos. Um, helemaal niks. Oké, okay, zes items. Oh mijn god, we krijgen een Leon. Oh mijn god, dit is heel ziek. Oké, okay, maar we hebben gewoon Leon. Maak ik even een screenshot van. Uh, en ja, het zijn er vijf. Als het vijf is, ga ik gewoon heel snel doorheen. Want ik heb het niet echt nodig. Dit is eigenlijk mijn level 1 account. Maar misschien wil ik dit account nog veranderen. Nadat het niet meer mijn level 1 account is. Maar we krijgen, het is, ja, we krijgen echt helemaal niks. Mensen, waarom krijgen we nou niks? En dit was het al. Oh, dit was het al. Oké, okay, we hebben in ieder geval Leon gekregen. Dat is lekker. En um, ja, de gems wou ik ook graag. Omdat ik dan de nieuwe Piper skin kan kopen. Want ik vind die skin echt super ziek voor Piper. Die nu in de shop is de Lunar Piper, ja, dat is echt mijn favoriete skin in de game. Ik heb hem nu op drie accounts gekocht en dat is mooi. Uh, maar als er nog leuke offers zijn, ben ik weer bij jullie terug op dit account, want we gaan nog meer dozen openen. Dus ja, tot zo waarschijnlijk. Oké okay, mensen, we zijn terug en het is nu twee dagen later en ik heb een sponsor op deze video. Daarom kunnen we dit doen. De sponsor is uh, ikzelf en dat kan alleen maar omdat uh, jullie allemaal mijn video's kijken en uh, dat ben ik hartstikke blij mee. Bedankt voor de support allemaal. Ja, door jullie kan ik uh, dit betalen. Het is niet dat een sponsor dit heeft betaald. Dat heb ik zelf betaald. Van de... Ja, door jullie kan ik dit betalen. Dus we gaan een leuke boxopening doen. We gaan er <laughs> nog 40 openen. Uh, die hebben we hier in de shop. En uh, nog een freebie. Dus dat is 41 en we hadden er al acht. Uh, en het viel me op. Uh, in de vorige clip uh, van twee dagen terug gebruikte ik helemaal geen code. Dat kan echt niet. Uh, da ja, dat doen we wel gewoon. We gebruiken gewoon code Baus. En oké, okay, we hebben hier nog één doos. Laten we die ook openen. We gaan sowieso niks krijgen. Nee, niks bijzonders. Maar we gaan, <laughs> we gaan nu nog 41 megadozen openen. Fucking ziek is dat. Oké, okay, ik heb 22 knokkers. En ik kan nu dingen wel gaan upgraden. Maar wat ik wil gaan doen, is ik wil een rang, uh, een rang 30 knokker halen met kracht 1. Dus dat gaan we op dit account doen. Uh, maar ja, we kunnen nog heel erg veel knokkers krijgen. Ik wil heel graag bellen krijgen, ik vind bellen leuk. Uh, om te spelen. Ik vind Sandy leuk. Ik wil Spike graag. Uh, Amber. Amber is heel makkelijk. En dan moet je ook niet heel erg dat hij level 1 is. Uh, Mords is ook wel leuk. Maar Mord is level 1. Uh, Rang 30 gaat hem toch niet worden. Maar een beetje goede knokkers zou wel heel chill zijn. Bellen. Ik uh, laat het zeggen: Bellen. Sandy. Amber. Spike. Die wil ik. Uh, als we die kunnen krijgen, zou het chill zijn. Oké. Okay. Uh, maar we gaan eerst gewoon deze freebie openen. En we krijgen hier 5. Dus we krijgen hier helemaal niks. En. Trouwens, hè, ik krijg hier allemaal goud en krachtpunten. Daar heb ik sowieso niks aan. Want als ik een level 1, rang 30 wil doen, het liefst Piper. Want ik heb daar een zieke skin voor. Ik heb. F... Ik denk dat de enige knokker is met de skin. Ik heb zelfs uh, PSG Shelly een keer. Uh, van die challenge twee terug al wat. En deze skin. Deze skin kreeg je drie jaar geleden als je Brawl Stars speelde. Uh, als je Brawl Stars had gedownload in 2018, kreeg je dit. Uh, toen had ik dit account al. Ik zit nu na. Drie jaar. Nog steeds op de 2000 trofeeën. En op de account heb ik ook één keer die video. Uh, Moeten jullie zeker maar eens even gaan kijken. Pam rang 25, level 1 gehaald. Uh, ja, daarom wil ik nu rang 30 doen. Toen was rang 25 ook ja, wat moeilijker dan nu. Maar nu is... Uh, ja, nu kan ik zeker wel die rang, 35, rang 30 gaan proberen. Maar oké. Okay. Laten we beginnen met de 18 megadozen. dan gaan we dan. Oké. Okay. Uh, ik hoop dat, uh, dat we wat leuks krijgen. En ik kan... Hoeveel zijn er nu niet te knippen? Volgens mij kan ik gewoon even... Ja, de informatie daar weg uh, plakken. Dus ik kan nu gewoon doorplakken. Maar 18 megadozen, boys. Hier gaan we. Uh, met de code BAUS. Dus hij krijgt ook uh, een deel ervan. Zes items. We krijgen gelijk een nieuwe knokker. Het kan alleen maar een nieuwe knokker zijn. Want we hebben... Um, hoe heet het? Ja, we, we krijgen... Een, waarom, oh, het is B. Ja, ik zie hier dat we B ineens in beeld krijgen voor die skin. Dus we... Huh? Waarom krijg ik een B offer in beeld? we krijgen een search in ieder geval. Oh, dat weet ik al. Ik krijg B... Uit een van de volgende dozen. Oké, okay, ik ga bier krijgen, weet ik nu al dus. Alleen wanneer gaan we bier krijgen, is een beetje de vraag. Um, vijf nog steeds. Ik ga er gewoon snel draaien als het vijf is, want dat boeit me echt niet. Want dit is gewoon allemaal troep waar ik niet nodig heb. Ik heb alleen maar knokkers nodig. Vijf. Uh, we hebben in ieder geval search gekregen. Oké, okay, zes items. Gaat dit bier zijn? Ik hoop van niet. Oh, Amber. Holy fuck, we krijgen Amber. We hebben dus al Leon gekregen en we hebben nu al Amber gekregen. Oh, daar ga ik het screenshot voor. Daar ben ik echt super blij mee met Amber nu al. Uh, en we krijgen nog B, dat weet ik dan zeker, dat we B nog krijgen. We krijgen waarschijnlijk hier een nieuwe knokker. Hopelijk niet B, dan weten we dat we het nog ze. Oké, okay, we krijgen nu B. Uh, maar dus omdat die Offer net van die skin uh, in beeld kan, wist ik al dat ik B ging krijgen. Want anders kan ik de skin van B natuurlijk niet kopen. Maar oké, okay. uh, we krijgen hier weer niks. Maar we hebben nu al Search, B en Amber gekregen. Dat is echt al heel lekker. Uh, we krijgen nu weer wat. Oh mijn god. Oh mijn god, we krijgen ook nog Lou. Oh, wat lekker. Volgens mij is Luluma gewoon een epische. Net als Surge. Maar het was nog heel lekker. Want ik heb dit account acht maanden lang niks gekregen. Gewoon helemaal niks. Ik heb elke, ma elke maand die challenge gedaan: Pass uh, dozen en zo. Echt, oh, ik krijg weer wat. Wat, we zijn echt lucky. En oh, we krijgen Tara. Oh, mijn god. Dit is zo ziek. Oh, mijn god. En we hebben nog steeds dozen. Hier krijgen we weer niks. Ik denk dat dit wel een van de laatste is. Oké, okay, we krijgen. Ja, de dozen zijn echt oneindig. Lijkt het wel. Uh, oh, mijn god, man. Wat leuk. Uh, we krijgen hier weer niks. Ik denk dat dit het laatste was. Oké, okay, dat was het laatste. Um, en we hebben hier heel veel nieuwe shit. Oké. Okay. Tara, Surge, Lou Amber. Wat lekker. En we hebben Leon ook al in deze doosopening gekregen natuurlijk. Um, het eerste wat we nu gaan doen is mijn naam veranderen. Voor 90 gems. Eind um, Level 1. Want dit heet nu de Iron Man Hardcore. Dat was uh, twee jaar geleden een challenge op YouTube. Uh, met level 1 account. En nee, ik vind dat niet leuk. Want je moest een knokker naar 500 push. En dan mocht je pas beginnen met de volgende of zo. En je mocht alleen maar met teamgenoten van level 1. Zo so, ja, heb ik helemaal geen zin in. Dus we gaan die challenge echt helemaal niet doen. Uh, level 1. Uh, God, noem ik het wel gewoon of zo. Nee, ik noem het wel gewoon aimed. Oh, niet aimed. Uh, sorry, sorry mensen. Ik ben echt zo blij. Level 1. Ik kan ook met dit doen nog. Nee, dat is niet mooi. Dat is niet mooi. Level 1 ain't. Level 1 ain't. Go. En heel veel mensen vragen zich trouwens ook nog even tussendoor. Uh, heel veel mensen vragen zich af. Mijn main account. Vijfde van Nederland nu. Heerlijk. Maar mensen vragen... Ik ver verander best wel vaak mijn naam erop. Dan vragen mensen zich af. Hoe duur is dat? Uh, het is maximaal wat je... Uh, Dingen kan zijn. De maximale kosten voor je name change zijn 150 edelstenen. Dus als er 150, 150 edelstenen is, blijft het de volgende keer zo. Dus wat het nu. Mensen denken dat het echt 1000 edelstenen kost of zo, maar dat is niet zo. We gaan nu de volgende kopen. Dit zijn er nog 22. Wacht eens even trouwens. Uh, wat wou ik nog krijgen? Uh, we hebben Amber gekregen. Ik wil Sandy nog graag. Spike Pracht wil ik nog graag. Uh, en bellen. Dat zou wel leuk zijn. Uh, maar ja, het maakt niet zo heel veel uit. Het is sowieso leuk als we nieuwe dingen krijgen. We hebben gewoon. Trouwens, even kijken in de shop. We hebben hier die B-skin nu, hè. Ja, die zijn een aanbieding, maar ik hoef die. Uh, ik hoef geen skins. Niet echt skins op dit account. Uh, ik heb liever knokkers. We kunnen sprouten bijvoorbeeld ook halen. Maar ja, een level 1 sprout heb ik niet zo heel veel aan nu. Uh, ik wil eerst andere knokkers pushen, maar we hebben hem gehaald. Oké. Okay. Weer, weer edelstenen. En 5. Oké. Okay. Gaan we snel dan doorheen? 5. Hmm, weer. Oké. Okay. Ik ben nu al blij in ieder geval met deze offers. We hebben echt zoveel gekregen in die vorige. Dus hopelijk krijgen we hier ook nog wat goeds uit. Dat zou wel. Oké, okay, we hebben 6. We krijgen een nieuwe knokker, boys. Ik denk dat het een, een. Frank of zo gaat zijn. Mortis. Oh mijn god, wat leuk. Dit account wordt zo stacked. We hebben nu ook al Mortis. Oké, okay, daar ben ik echt blij mee. Maar het is, het is maar een mythische. Niet al te worden, maar ik ben er. Oh, weer zes. Wauw, wauw. Wow, wow. Oké, okay, wat gaat het zijn? Spike. Het gaat Spike zijn. Frank. Oké, okay. het is Frank. Ik zei net dat het Frank was. Het is nu zo Frank. Oké, okay, prima. Um, niks. Oké, okay. uh, weer niks. Weer niks. Kom op. Weer niks. Oké, okay, dit, dit is een stuk slechter al. We hadden net echt goede. Oké, okay, zes. Wat gaat het zijn? Colonel Ruffs. Oké, okay, lekker. En volgens mij is die nu ook al. Die was van Season 5. Dus nu... Ja, dit is ook al een mythische knokker. Uh, of een uh, epische bedoel ik, sorry. dat is niet heel bijzonder, maar het is wel leuk. Gewoon, ja, Colonel Ruffs er lekker bij. Weer een nieuwe knokker. Oké, okay. wat gaat het zijn? Gale. Ook een, een epische. We hebben al vier chromatische knokkers gekregen. Dat ziet er heel goed uit. Um, weer een nieuwe knokker. Colette. Nog chromatische. Oké. Okay. Super chill. Um, ja. Oké. Okay. Dat, 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 ja, dit is gewoon lekker. Dat zijn geen legendarische. Dus ik ben niet meer zo heel hyped. Net was het echt hyped. Ik had echt niet verwacht dat ik zoveel zou krijgen. Daar ben ik nu een beetje minder hyped. Um, nog steeds vijf. We gaan er gewoon snel doorheen. Want anders duurt het echt veel te lang. Maar vijf weer. Oké. Okay. En dit waren ze al. Shit. Deze waren slechter. Uh, ik heb in die vorige doos heb ik Colette, Gil, Ruffs, Mortis en Frank. Uh, Vijf nieuwe knokkers. We hebben in totaal tien nieuwe knokkers en met Leon erbij. We hebben in totaal elf nieuwe knokkers gekregen. Fucking overpowered dit. Oké. Okay. Daar ben ik echt wel heel blij mee. Oké, okay, ik ben vooral blij met Amber. Want Amber is echt een chille knokker om naar, uh, Rang level 30 te pushen als level 1. Ik denk dat het best wel makkelijk gaat zijn. Moord is niet per se makkelijk of zo. Maar wel heel leuk. En ja, ik ga op dit account gewoon proberen... Rang level 30s level 1 knokkers te pushen. Ik ga ze even allemaal claimen. Want ik vind het niet mooi uh, als er nieuw staat. Uh, nog eentje, welke zal het zijn? B of zo, ja. Um, super lijp gewoon dat we dit allemaal hebben gekregen. Um, e nou, dat boeien je allemaal niet. Echt fucking insane. Laten we één potje gaan doen... Uh, in Showdown Plus of zo, met Amber. En daarna, ja, we hebben deze video 49 megadozen geopend. Dat is echt insane. Jammer dat het er geen 50 waren. Dat was echt een super goede titel dan. 50 megadozen openen. Heeft iemand dat ooit gedaan in Nederland? Vast wel. Vast wel heeft iemand dat gedaan in Nederland. Maar, uh, dat uh, op YouTube bedoel ik dan. Het uh, zijn sowieso mensen die het hebben gedaan. Uh, maar, prima. 49 megadozen openen. En we hebben twee legendarissen gekregen deze video. Fucking overpowered is dat. Uh, we hebben Fra Frank. We hebben volgens mij heel veel epische, acht epische of ofzo. En dan tel ik de mythische ook mee, uh, namelijk. Uh, nee, niet de mythische maar de. Hoe heet die? La rarity ook alweer. Fuck, ik ben nu echt mijn woorden kwijt. Die rarity, dat. Chromatisch, uh, uh, sorry, dat bedoel ik. Uh, dat waren die. Uh, ja, die knokkers die chromatisch waren. Zoals Search en zo. Uh, en dan hebben we Mortis en Tara gekregen. Volgens mij als Mythische. Ook prima. Zijn zeker, ja, dat zijn mijn twee favoriete Mythische. Daarna komt Jean. Jammer dat we Jean niet hebben gekregen. Maar Jean level 1 is ook echt extreem slecht trouwens. Dus dat hoeft ook echt niet. Met Jean kan je echt niks als die level 1 is. Uh, maar we hebben hier ondertussen al 5 kills en 10 krachtpunten. Dus dat is lekker. Er loopt hier nog één iemand rond. Uh, even kijken. Even kijken. Hoi, hoi, hoi. Daar is er een. Uh, hoe heet dat ding? Penny. Sorry, ik ben een beetje mijn woorden kwijt. Ik ben echt sprakeloos. Deze aanbiedingen de waren echt zo ziek. Vooral die eerste. Die eerste was echt mental. Gewoon echt insane. was die. Daar was ik echt super blij mee dat we die gewoon hadden. En even kijken: 88 coins. Uh, of uh, dingen. Dus we kunnen zelfs nog een knokdoos openen. Ja, dan krijgen we niks. We kunnen. Wacht eens even. Ja, ja, ja. We gaan het. Trouwens, gaan we dat doen? Als we deze activeren. Dan hebben we nog een megadoos. En dan heb ik... Ja, we gaan het doen. We gaan de Brawl Pass kopen. Dan gaan we 50 megadozen openen deze video. Mensen, als dat geen like waard is, weet ik het ook niet meer. Prinses Shelly hebben we hier. Uh, het eerste wat we gaan doen is even aanzetten. Prinses Shelly. En ook even een mooie kleurnaam. Ja, boeit me niet zo heel veel. Gewoon even een flexnaam, dat we de Brawl Pass hebben. Dan gaan we dan... De 50ste megadozen. En we krijgen er helemaal niks uit. Maar nu hebben we een titel 50 megadozen openen. Dat is mooi. En dit boeit eigenlijk ook niet zo heel erg. Ik zet wel gewoon op Piper. Voor als ik die ooit een keer wil upgraden. Maar die points boeien. me. Ja, die boeien niet. Oké, okay, maar dit is, <laughs> dit is echt insane. 50 megadozen openen in één video. Dat. Ja, fucking ziek. Oké, okay, mensen. Dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En ik ga dus heel erg mijn best doen om. Ik ga denk ik als eerste Amber doen. De rang 30 level 1 Amber ga ik halen. Ik ga het proberen te doen. Hopelijk lukt het. Ga voor mijn duimen. Dit gaat sowieso heel moeilijk worden. Maar ik denk, ik denk dat het gaat lukken. Dan gaan jullie sowieso nog meer zien op mijn Insta. Van. Volg mijn Instagram, 1Bros. op mijn YouTube-kanaal om niks te missen. En dan zie ik jullie later, mensen.